Hi guys en welkom bij een nieuwe video. Zoals je ziet heb ik hier een bos haar. Het was de bedoeling dat ik een braid-out zou hebben. Maar ja, eigenlijk had ik het al kunnen weten. Want toen ik gisteravond mijn haar aan het vlechten was, heb ik er niet een stylingproduct in gedaan of wat dan ook. Dus toen ik het losmaakte, was het gewoon mijn haar deed wat het wil. En toen kreeg ik dit. Het is niet erg. Ik zit daar meestal niet zo heel erg mee. Maar toen dacht ik, weet je wat? Wat zou ik doen, normaliter, op een koude dag, zoals nu, met mijn haar, om zeg maar enigszins mijn haar toch wel te beschermen. In deze video laat ik je dus zien wat voor stijlen je zou kunnen toepassen en die misschien ook wel een tikkeltje feestelijk zijn voor december. Het eerste kapsel is een van mijn favoriete kapsels. Mijn go-to kapsel in de zomer, winter, lente, herfst. Het maakt niet uit. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is een haarelastiekje. En deze borstel. Of een borstel met zachte haren, zou je kunnen zeggen. En als je achterin hier nog wat korte haartjes over hebt. Bobby pins, schuifspeltjes. Dit kapsel kost echt de minste inspanning van alle kapsels die ik je ga laten zien. Het enige wat ik doe is eigenlijk al mijn haar bij elkaar rapen. En ik doe mijn elastiekje, zeker omdat hij zo strak is, maar één keer om mijn haar heen. En vervolgens wat ik doe, is eigenlijk gewoon een staart zo uit elkaar trekken. Achterin nog een beetje borstelen. Het coolste bij zo'n kapsel als dit vind ik om echt een statement oorbel te dragen. Zoals deze. Die schuif ik gewoon zo op mijn oor en dan zit hij. Dit is echt mijn lievelingskapsel. Yes, I love it. Vooral omdat het weinig moeite kost. Eén elastiekje nodig. Borstelen even aan de achterkant. En you're done. Mocht je er nou niet van houden om je puntjes zo buiten te laten, dan kan je altijd nog er een grote bun van maken. Dus dit is in principe een nog meer protective stilo van de staart die ik je net liet zien. Het is een hele rommelige knot. Vroeger dacht ik altijd dat rommelige knotten alleen voor stijlhaar weggelegd waren. Maar nu weet ik al beter dat wij het ook kunnen hebben. Ik weet dat er ook heel veel mensen zijn die er niet van houden. Waarbij het echt nice and tight en mooi die golfjes op je haar en mooie babyhaartjes gelegd. Maar ik vind het juist altijd wel cute als het een beetje rommelig is. Als het een beetje nonchalant, als het eruit ziet alsof ik niet heel erg veel moeite heb gedaan. Als je het aandurft om je haar ook in je nek enigszins los te laten, deze herfst / winter, we zitten nog ongeveer in de herfst, dan vind ik het nogal eens leuk om dit te doen. Ik doe het niet met een kam, gewoon met mijn vingers. Dit is het kapsel wat iedereen echt een hele tijd droeg, maar wat ik nog steeds heel erg leuk vind om te dragen. Dat is de half up, half down. Ik zal wel even een beetje kijken, passen, meten hoe het zal staan. Ik splits mijn staartje in tweeën. Ik draai de plukken. Vervolgens draai ik ze om elkaar heen. Niet te strak, maar wel een beetje losjes. Kijk. Misschien is dit kapsel een beetje geweest, maar ik vind hem eigenlijk nog steeds heel erg leuk om te rocken. Daarbij kan je hem gewoon nonchalant dagelijks rocken, maar ook als je naar een feestje gaat of iets dergelijks. Je puntjes zijn dus niet helemaal beschermd, want aan de achterkant is het nog steeds los en wel. Maar zodra je 's avonds naar bed gaat, als je dan gewoon je haar weer bindt in een satijnen sjaal of gaat slapen op je satijnen kussen, haal je de schade denk ik minimaal. Nog een van mijn favo kapsels deze herfst, winter, you name it, is het volgende kapsel. Ik maak aan de voorkant twee vlechtjes. Anyways, met deze vlechtjes kun je twee dingen doen. Je kan er of voor kiezen om je haar achterin los te laten en je vlechtjes
met schuifspeltjes vast te zetten. Ik zal je laten zien hoe dat eruit ziet. Dit is dus hoe het eruit ziet als ik de vlechtjes zo in mijn haar wegstop. Ik heb gewoon één bobbypin per kant gebruikt. En heb hem er zo ingeschoven. En je ziet er eigenlijk niks van. Zo heb je gezellig feestelijk kapsel, maar ook gewoon voor normaal met een spijkerbroekje of zo is ook gewoon super leuk om het zo te dragen. Ik vind dit zelf wel een prettig kapsel omdat het haar uit je gezicht is en het laat je prachtige gezicht wat beter zien. Zo, en you've got yourself een heel gezellig kapsel. Het is echt best wel simpel. Het is echt een kwestie van je haar eigenlijk heel losjes zo naar achter doen. En één keer door het elastiek halen. Ik haal het expres één keer doorheen, zodat het niet te strak zit, maar een beetje vol. En die braid-out die creëert natuurlijk ook een beetje volume in je haar. Ik vind het wel mooi als dat volume nog zichtbaar is enigszins. En dan heb je heel erg simpel ook weer een heel erg mooi kapsel. In plaats van je haar naar beneden te doen, je haar omhoog te doen. Ik pak mijn haar bij elkaar. Ik probeer een hoge staart te maken. Dit is echt een 90s throwback, hoe ik mezelf nu zie. Ik doe het weer één keertje. De elastiek is best wel strak, dus daarom draai ik het niet 30 keer om mijn haar heen. Leg 1. Leg ik zo neer. Dit is ook weer een van die simpele kapsels die je binnen een mum van tijd, like that, kan fixen in je haar. Zoals je hebt gemerkt ben ik niet echt van de gel, die laat ik een beetje achterwege. Borstelen doe ik meestal wel. En ik gebruik vaak een beetje olie bij het losmaken van mijn vlechten, zodat mijn haar niet te erg gaat pluizen. Maar ja, dat doet het uiteindelijk toch wel weer, omdat ik geen stylingproduct heb gebruikt toen ik mijn haar ging vlechten. Mijn lippenstift is intussen een beetje uitgelopen. Ik heb stiekem wat gegeten tussendoor. Ik hoop dat je dit een handige video vond. Dit zijn dus de kapsels die ik meestal doe als ik vind dat mijn braid-out niet helemaal zijn dag heeft. Zeker voor de winter zijn de meeste van deze kapsels best wel handig, omdat je puntjes goed beschermd zijn. Dus je hoeft geen nep haar of iets te gebruiken altijd om je haar te beschermen. Je kan het ook met je eigen haar een keertje proberen. En ik hoop dat je iets aan deze kapsels hebt gehad. Wie weet kan je ze nog een keer gebruiken voor de feestdagen of gewoon een keer op van die haastige dagen. Voor nu wil ik je danken voor het kijken naar deze video. Intussen kan je terecht op mijn blog, roanblijt.nl en waar ik dan verder over maar te vinden ben op het internet. Alle linkjes vind je in de beschrijvingsbox. En je kan je natuurlijk ook gratis abonneren op mijn kanaal, zodat je geen enkele video hoeft te missen. Abonneren is trouwens gratis. Ja. Yeah. Cool. Ik zie je in de volgende video weer terug. Ciao.